Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki breekt lans voor samenwerking India en Caribische diaspora. Onduidelijkheden BTW gaan consumentenkring niet onopgemerkt voorbij. Suriname en Panama buigen zich over bilaterale en regionale samenwerkingen. Schoon milieu, beste middel tegen rattenoverlast. En India niet afwijzend tegenover schuldherschikking met Suriname. President Chandrika Prasad Santokki heeft maandag tijdens een toespraak in India een lans gebroken voor een nauwere samenwerking met de diaspora in het Caribisch gebied. Het Surinaamse staatshoofd sprak als eregast bij de start van de 17e Prawasi Bharatiya Divas Conventie. Hij ondersteunde de Indiase filosofie om het menselijke kapitaal ten volle te benutten. President Santokki deelde met zijn gehoor enkele ideeën voor samenwerking. Prime Minister Modi, how can we support your philosophical vision of Amrit Kaal in this Prawasi Divas to our diaspora nations and to all our people of Indian descent? I believe that this concept needs to be developed, promoted, and institutionalized in our nations and among our people. Therefore, today, I'm presenting you some ideas for further consideration. For example, for the Caribbean diaspora, an Indian diaspora institution can be established in the Caribbean region for training in Hindi language, training in culture, etc. An academy in the Caribbean for supporting of film industry where the talented diaspora youth can get the opportunity to showcase their talent, training in yoga, Ayurveda, and spirituality as a way of life. To enable this, a diaspora fund should be created for the diaspora projects and programs in the region. Also, founding of training centers, schools in different areas and places of our countries should be initiated to learn the Hindi language, our bhasha, but also learning about our religions and culture and our parampara, our tradition. The establishment of a Caribbean high-tech training institution in modern technology should be welcomed for the diaspora nations to support the IT skills among our citizens. My country, Suriname, is willing to host one of those institutions. Ladies and gentlemen, recently we initiated the idea to establish an innovation hub for the youth of the Caribbean for science studies, studying climate change and biodiversity, which can be integrated and applied in this IT institution. Another proposal is investing in companies creating semi-finished products where Indian companies can develop and produce products in our own region to strengthen the local communities and economy. This will develop and support our own local industry, local content. For example, instead of only importing logs from our country, wood furniture can be produced also locally based on the win-win principle. A regional enterprise for pharmaceuticals to produce affordable medicines for our people in the region. And also developing renewable energies in the diaspora nations that should be supported and expanded for the energy security. Another idea is the establishment of Indian financial institutions and banks for ease of doing business and trade in our region. That will support financial inclusion of our business community and the people, but also
to see this as a solution of financial exclusion by the threat of de-risking of several banks in the Caribbean nations by foreign banks, but also promotion of South-South cooperation, promoting connectivity through air and water connections for our nations, and creating and expanding joint markets for each other's products and promoting movements of persons and goods through water and air connectivity. Supporting and promoting programs for the use of high technology by India for communication, education, and access to information to support knowledge and strengthen the human well-being for everyone in the community in our region. Ladies and gentlemen, very often, and you witness it every day, we are informed about the role and position of Indians in top companies of the world, in the health sector, in all modern medical institutions, IT world, and also the financial sector. The question is how we can benefit more from this wealth of knowledge and expertise in the diaspora community. In de samenleving heerst er nogal wat onduidelijkheid omtrent de belasting toegevoegde waarde. De consumentenkring is geen tegenstander van deze vorm van belastingheffing, maar wenst wel een goede uitvoering. De onduidelijkheden die spelen gaan de organisatie dan ook niet onopgemerkt voorbij. Voorzitter Albert Alijnen deelt in gesprek met de Communicatiedienst Suriname de visie van de consumentenkring ten aanzien van de BTW. Jammer genoeg vind ik dat dus die BTW slecht is voorbereid. Hè? Wat je dus nu krijgt is dat dus de consument het gelag betaalt. Mensen betalen die 12% omzetbelasting die er al was op de producten, plus nog 10%. Hoewel de regering gezegd heeft dat dus gedurende de eerste 3 maanden er geen BTW gegeven zou moeten worden, merken we dat vanmorgen nog, zo net kreeg ik een telefoontje uit Kommerwijnen, dat de winkeliers in Kommerwijnen dus BTW heffen op producten. Dus zie daar hoe slecht die voorbereiding is geweest. En dat is dus jammer, want op zich zou die BTW iets goeds moeten zijn. Hoewel we niet helemaal eens zijn met het percentage, dat dus waarmee men gestart is. We hadden in het begin voorgesteld om dat op 5% allround te houden. Dat is dus niet geaccepteerd. We hebben producten met een nultarief. Dat brengt ook een heleboel verwarring. En ja, nu zien we dat dus ook benzine 5% BTW gegeven wordt. Met als gevolg dat alle producten omhoog zijn gegaan. En het is jammer omdat je dus als consument nu niet meer kan volgen wat eigenlijk precies die BTW is. Toch? Want voordat dus die BTW er kwam, hebben dus de winkeliers, ja, de handel dan, hebben hun prijzen verhoogd. Toch? En dat is jammer. Nou, het is vrij moeilijk te zeggen hoor, omdat 1. Alle prijzen reeds verhoogd zijn. Ik weet niet als de prijzen teruggedraaid zouden kunnen worden. Toch? Alle maatregelen die getroffen zijn, hebben zoveel invloed op alle producten. Die kwestie van benzine bijvoorbeeld, heeft zoveel invloed op alle producten, dat het vrij onmogelijk is. Dus je zou eigenlijk in de loonsfeer de mensen moeten compenseren om dus die koopkracht weer op niveau te brengen. Ja. Om terug te komen op de consument, waar kan de consument eigenlijk zijn of haar beklag doen als ze eigenlijk vinden dat een winkelier misschien te veel BTW heeft? Nou, dat is ook onbekend, hè?
Dat is ook onbekend. Wat er gebeurt is dat ze naar hier bellen. En wij gaan praten en we vertellen wat we weten. Maar we weten ook niet alles. We weten ook niet welke maatregelen tot nu toe getroffen zijn. Dus daar, het blijft gewoon bij die voorlichting, hè. Suriname en Panama hebben in India van de gelegenheid gebruik gemaakt hun bilaterale samenwerking op de tafel te leggen. Het onderhoud vond op zondag 8 januari plaats tussen president Santokhi en de Panamese minister van Buitenlandse Zaken, Janaina Tewani. De functionarissen hebben daarnaast ook van gedachten gewisseld over de regionale samenwerking tussen India en het Caribisch gebied. U hoort minister Ramdin. President Santokhi op dit bezoek hier in India niet alleen toespraken zal houden bij de formele gelegenheden, zoals de Pravasi Bharati Divas en de Global Investor Summit en ook de Global South Summit, the Voice of the Global South. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om ook bilaterale gesprekken te hebben, in dit geval met de minister van Buitenlandse Zaken van India, Dr. Subramaniam Jaishankar. En daarnaast ook met de minister van Buitenlandse Zaken van Panama, mevrouw Janaina Tewani. Het belang van deze gesprekken is dat we dus in staat zijn om de technische samenwerking op een rijtje te zetten en na te gaan op welke wijze die verder versterkt kan worden. Maar ook waar de knelpunten zijn om die knelpunten te helpen oplossen. Morgen zal president Santokhi een gesprek hebben met premier Modi. En daar zal er meer op politiek, strategisch niveau gesproken worden over de samenwerking. Vandaag was het wat meer de diplomatieke, technische samenwerking. Wat belangrijk is om vast te stellen bij het gesprek met minister Jaishankar, is dat een aantal zaken spelen in de relatie, waaronder als belangrijkste voor ons de schuldherschikking en de afhandeling van de schuldherschikking. Daar wordt heel positief naar gekeken door de Indiase regering. We zijn echt in de finale fase van de afronding. Wij hopen dat morgen, wanneer wij de statement zullen presenteren, dat we met India afspraken kunnen maken ten aanzien van heel duidelijk de afronding, het afrondingstraject. Het is een overeenkomst tussen Exim Bank India en het ministerie van Financiën van Suriname. En de schuldherschikkingsovereenkomst zal ook op dat niveau verder afgehandeld moeten worden. Maar wat nodig is, is de goedkeuring van het ministerie van Buitenlandse Zaken en van het ministerie van Financiën. De goedkeuring van het ministerie van Financiën hebben we al. Nu is er de goedkeuring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus ik denk dat we daar met goed bericht mee naar huis komen. Maar daarnaast zijn er een aantal projecten waar van beide kanten belangstelling voor bestaat om verder mee te gaan. Belangrijk is dat het project over ICT, er is een ICT-centrum aangeboden aan Suriname, die is geruime tijd, maar we zijn nu pas goed begonnen met de uitvoering daarvan. President Santokhi heeft gevraagd om experts voor het bedrijf e-government. So, er zijn twee concrete projecten op het gebied van ICT die door India gefinancierd zullen worden. Daarnaast blijven we praten over de functionele samenwerking op het stuk van volksgezondheid. Er wordt gekeken naar de alternatieve vormen van gezondheidszorg, met name Ayurvedisch. En in de toekomst ook zullen we kijken naar de Chinese varianten daarvan. Wij staan open daarvoor en de wetgeving wordt klaargemaakt om dat mogelijk te maken. Wanneer dat gedaan is, verwacht ik dat het Ayurvedisch centrum in het district Saramaka vrij snel tot stand zal komen. Het is ook belangrijk vast te stellen dat van Indiase kant ook wordt gevraagd om medewerking voor wat betreft de opzet van een uitgebreider, wat meer prominente centrum voor cultuur en kunst die zij willen opzetten aan de Jagannath Lakshmanstraat. Zij hebben het perceel reeds geruime tijd, maar om verder erop te kunnen bouwen en investeringen te plegen die in de miljoenen zullen liggen, moeten er nog wat additionele formaliteiten worden gedaan.
Een goed onderhouden milieu is het beste middel tegen rattenoverlast. Hiervoor is vooral bewustwording van belang. Dr. Radharam Jetan is lid van de werkgroep bestrijding van de rijstrat in Nikeri. Zij noemt overwoekerde percelen en rijstvelden als een van de oorzaken van de rattenplaag in het district. Het ongedierte heeft veel schade aangericht aan rijst- en groenteaanplanten. Nou, laat me je dan zeggen, met kerst was de minister van LVV in Nikeri om een en ander te aanschouwen, de boeren aan te horen. Wij waren mensen van de commissie rattenbestrijding, waren ook aanwezig in het veld. En we hebben de boeren ook aangehoord en zij hebben zelf aangegeven dat zij eigenlijk illegaal rattengif vanuit Guyana hebben geïmporteerd. Ze wilden eigenlijk niet zeggen wat het precies is. En eigenlijk proefde ik toen al dat zij de minister een beetje wilde dwingen om dat gif officieel in Suriname te brengen. Om welk gif gaat het? Ze wilde het niet zeggen, maar ondertussen hebben wij al een idee wat het is. Is de FIT 8 heet het, vanuit Guyana, is oxalim. Dat hebben we wel kunnen achterhalen. En we hebben ook informatie dat er ook een heel giftige rattengif wordt verkocht bij de Chinezen. Illegaal natuurlijk ook. De labeling is compleet in het Chinees. Maar de mensen die het hebben gehoord, zeggen ja, het werkt helemaal. We hebben afgelopen dag dat spul ook kunnen kopen. Want als we het BOG erop afstuurden en geuniformeerde mensen, dan hebben ze het nooit en ze verkopen het nooit. Maar in elk geval, we hebben het etiket kunnen vertalen. En het blijkt dus dat het middel bromadiolon bevat, maar 0,5%. Heel hoge concentraties, zeer dodelijk. En bromadiolon veroorzaakt bloedingen. En laat me eens zeggen, na het bezoek van de minister heeft hij dus rattengif verstrekt onder een deel van de boeren die het meest waren getroffen. Maar de concentratie bromadiolon in het product van de LVV is 0,005%. Dus als je vergelijkt 0,005% vanuit het ministerie en de 0,5% van de Chinees, dat is 100 malen giftiger. En laat me eens zeggen, dat product verstrekt door LVV is niet zo schadelijk voor milieu. Natuurlijk als je het onkundig ermee omgaat, niet op de juiste manier dat ding gebruikt, dan zal er weer lekkage zijn naar het milieu en naar de vissen. En de boeren hebben tegelijk daarmee met het product ook PVC-buizen gehad. Ze hebben ook voorlichting gehad van LVV, dat ze behalve dus de PVC-buizen ook gewoon plastieke flessen kunnen gebruiken en bamboestokken aan één kant afsluiten. En het rattengif moet in het midden geplaatst worden. De bedoeling is dat alleen de ratten er binnen kunnen gaan en niet aan de uitweg waar andere dieren eraan kunnen gaan. Dit gif werkt zo, als de rat binnen gaat, hij eet het. Het middel werkt pas na 3-4 dagen. Dat beest die gaat eruit, voelt zich niet lekker, trekt zich terug in zijn nest en gaat in de nesten dood. We hebben ondertussen, we zijn nu al een paar dagen verder, dat we meldingen en foto's krijgen van ratten die dood in hun nesten liggen. India staat niet afwijzend tegenover een schuldherschikking met Suriname. Daar wordt heel positief naar gekeken door de Indiase regering, zegt minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. President Santokhi heeft in het Aziatische land een gesprek gehad met de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Subramaniam Jaishankar. Minister Ramdien zegt dat partijen zich in de finale fase van afronding bevinden. Zoals ik heb aangegeven eerder, is dat president Santokhi op dit bezoek hier in India niet alleen toespraken zal houden bij de formele gelegenheden, zoals de Pravasi Bharati Divas en de Global Investor Summit en ook de Global South Summit, the Voice of the Global South. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om ook bilaterale gesprekken te hebben. In dit geval met de minister van Buitenlandse Zaken van India, Dr. Subramaniam Jaishankar,
en daarnaast ook met de minister van Buitenlandse Zaken van Panama, mevrouw Janaina Tewani. Het belang van deze gesprekken is dat we dus in staat zijn om de technische samenwerking op een rijtje te zetten en na te gaan op welke wijze die verder versterkt kan worden. Maar ook waar de knelpunten zijn om die knelpunten te helpen oplossen. Wat belangrijk is om vast te stellen bij het gesprek met minister Jaishankar, is dat een aantal zaken spelen in de relatie, waaronder als belangrijkste voor ons de schuldherschikking en de afhandeling van de schuldherschikking. Daar wordt heel positief naar gekeken door de Indiase regering. We zijn echt in de finale fase van de afronding. Wij hopen dat morgen, wanneer wij de statement zullen presenteren, dat we met India afspraken kunnen maken ten aanzien van heel duidelijk de afronding, het afrondingstraject. Het is een overeenkomst tussen Exim Bank India en het ministerie van Financiën van Suriname. En de schuldherschikkingsovereenkomst zal ook op dat niveau verder afgehandeld moeten worden. Maar wat nodig is, is de goedkeuring van het ministerie van Buitenlandse Zaken en van het ministerie van Financiën. De goedkeuring van het ministerie van Financiën hebben we al. Nu is er de goedkeuring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus ik denk dat we daar met goed bericht mee naar huis komen. Daarnaast zijn er een aantal projecten waar van beide kanten belangstelling voor bestaat om verder mee te gaan. Er is een ICT-centrum aangeboden aan Suriname, die is geruime tijd. Maar we zijn nu pas goed begonnen met de uitvoering daarvan. President Santokhi heeft gevraagd om experts voor bedrijf e-government. Zo, er zijn twee concrete projecten op het gebied van ICT die door India gefinancierd zullen worden. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.